150 won ik het al. Hallo kijkers van DJ Jannie, welkom bij aflevering 10 van No Limits. We zijn aan aflevering 10 aangekomen, we hebben dus al even kijken, 30, dit wordt onze 30, ja, 3 van 10 is 30, dus dit worden de 3 laatste voor de 30 coasters die we dan nog gedaan hebben, want we hebben er dus nu 27 al gedaan. Tja, te snel moet ik zeggen. Jullie mogen natuurlijk, en dat is de bedoeling, achterlaten welke abonnement. Vandaag 3 achtbaantjes, die beginnen met een M. En we gaan gewoon beginnen met we gaan gewoon beginnen met de eerste achtbaan. En we gaan beginnen met aflevering 10, coaster 28 van een totaal. Ben benieuwd. Ja, dit is de achtbaan. Op het eerste zicht, goede dingen gebouwd. Beperkt, 3 treintjes nog wel. Ben benieuwd. Wit met zwart, een rode beugel, zo dat zwart en dat rood, dat past natuurlijk, dat wit en dat zwart ook, vind ik. Ben heel erg benieuwd naar deze achtbaan. Heel erg benieuwd. Misschien hier zelfs een paal komen, ik weet niet wat hier de bedoeling van is, een vlaggenmast ofzo, of zoiets. Ik weet het niet. We zien echt niks van de achtbaan, dat zien we pas nu. Helemaal boven zijn aangekomen. Ik ben benieuwd, ik heb het een beetje koud, maar ik heb het met de jas al aangedaan en... Oh, dit is raar. We maken onmiddellijk een looping. Die natuurlijk haalbaar moet zijn. Ja, stoppen niet eens, we gaan doen. Op plateau. Dat is een vlaggenmast ding. Daar gaan we. Weer een mooie daling naar onder. Goeie vaart. Oh. Hij mag door een ring heen. Ging het over een ring of zoiets. Wat een remmetjes. Hier die niks doen. Heb ik de indruk. Hier, ik heb niet gezien dat die rem daar niks doen. Ik wel waar het versneller is. Ik weet het niet. Maar heel schuin, ja. Weer zo'n schuine bocht. Maar bijna echt recht schuin. Ja, recht schuin. Iedereen hier is dus. En alweer. Ah jongen, dat kan toch niet jongen. Dat je zo de recht op het je hoofd te baan of zo. Dat kan toch. Dat je dat... Oh jongen. Het kan toch niet? Het kan volgens mij echt niet. Hopla, weer door een paal zeg maar. Ja. Hier weer. Kijk. Het klopt toch niet jongen. Door één ring lopen 3 stukken van een baan. Dat moet toch echt mislopen denk ik. Als je daar door gaat in een real life. Want dan zit het uit je pad voor. Nee. Sowieso niet. Nee, dat denk ik echt niet. Oké. We zijn aangekomen. Wacht even naar dat ding toe, want... Nee, jongen. Dus kijk dan toch hoe kort het allemaal op elkaar zit. Dit kan niet. Ik heb me vergist. Er lopen 4 stukjes baan door. Door die ring. Hier is 1, dit is 2, 3 en 4. Dat kan toch niet. Voor de rest, als dat eigenlijk die ring... Nee. Dat vind ik niet echt... ding is dus... Nee, dat haal je sowieso niet jongen, dan zult je over breek je nek of ik weet niet wat iets. Maar nee. Maar toch voor de rest wel een leuke achtbaan. Op naar de tweede, oftewel de 29e, dat is Mantis. En we gaan starten in Mantis, achtbaan 29 van alles. En het is een frivole kleur achtbaan. Is het een staande? Nee, is het een staande achtbaan? Oh, dit is een achtbaan waar je moet staan. Oh, dat vind ik niet leuk eigenlijk. Maar ja, het zijn echt weer in ieder geval op rollercoaster kleuren. Wit niet, maar wel het rood van tussen de baan. De blauwe palen. En de gele tussen ding. Het gele gedeelte. Dat is gewoon allemaal rollercoaster tycoon. Dat zijn de standaard kleuren van de attracties daar. Rollercoaster spelers die weten het. Dat zijn daar de standaard kleuren van de attracties. En ja, ik weet niet, ja... Bij achtbaan en niet, maar wel bij attracties en zo. Ook bij kaartjes van attracties is dat altijd. Ik ben benieuwd naar Mantis. Dus achtbaan waar je dus in moet staan, denk ik toch. Ik ga daar even fatsoenlijk kijken, zeggen het staan achtbaan is of niet. Daar gaan we. Eerst drop.
soepel. Looping super soepel. Hadden we. Dan hebben we een soort van ding, ja, moet ik niet zeggen, curve track niet. Spiraal ding is misschien spiraal een grote brede bocht over het station. Weer een looping, heel schuin in de set, schuin gebouwd die looping. Wat damage's gaan we nu krijgen. Te snel, weet het niet. Nee, het zijn wel tegen de kraan. En nu een kurkentrekker. Gevolgd door een spiraal zonder knikjes, super. En een bochtje. Veel bochtjes vind ik toch wel. Ja? Maar ja, kan nog allemaal. Kan allemaal natuurlijk. Hier, jammer dit. Mij door een paal zijn we aangekomen? Ja, we zijn aangekomen bij station. Even nakijken. Is dit wel degelijk een hangar waar je in moet staan? Ja, dat is het. Waar was dat op het einde dat je volgens mij op het einde nog door een... Ja, nee, kijk, dit kan niet. Nee, dit klopt niet. Sowieso ben je dan morzeld. Dan gaan we even naar die karretjes kijken. Oh, ik moet... Oh, niet bij mijn fly, ik moet walk. Even naar die kar kijken. Ja, het is wel eigenlijk een staan achtbaan. Die staat er dus zo in. Je zit met vier of drie, wel eens het even kijken. Vier langs elkaar. Ja. Maar toch, ik vind het even naar fly terug. Het is een super leuk achtbaantje. Heel erg leuk achtbaantje. Ik vind alleen, ja, het staan achtbaan, het bestaat. Natuurlijk bestaat het. Alleen, ik ben er niet zo voor. Maar ja, dat is mijn mening. Ik heb het nog nooit gedaan, zeg maar, maar toch, ik zou het niet zo leuk vinden. Op naar de laatste aflevering, de laatste coaster van deze aflevering, Millennium Force, oftewel Achtbaan 30. We gaan hem doen, ben benieuwd. En daar gaan we dan, in Millennium Force. Ben benieuwd. We krijgen een simpel achtbaantje, dus ik verwacht geen loopings. Maar wel, ik verwacht geen loopings aangezien dat al ding is. Dat dek toch niet? Ik zie er ook geen loopings in. Ik zie wel veel stijgingen en dalingen. En de baan is goed door die ingebouwd. Daar is een stuk. Daarachter is nog een stuk. Hier voor ons als we droppen. Is een stuk als we het drop maken. Ik ben benieuwd. Millennium Force. Blauw met rood. Blauw met wit eigenlijk is de baan. Voor de karretjes. Oh snap. Dit is een hele stijle harde drop. Oh, Madonna. Wow. En door het tunneltje in. Hoe snel gaan we dan niet, jongens? 135 km per uur. Kom op, jongens. 135 km per uur hebben we net behaald. Ik loop erbij. Het begint wel te minderen nu. Maar toen nog altijd snelheden van 108. Ik zag net dat er een behoorlijk is inderdaad de G-Force rood kleur, ik weet niet eens dat het slecht is. Dus dat ik moet mijn macht natuurlijk. Als je goed blijft is natuurlijk allemaal te doen. Misschien was het ook een G-Force. Ik wil ook nog een keer doen en kijken hoe snel de afdaling gaat. Ik wil weten. Ik wil eens gewoon echt weten, dat ging heel snel. Kijk, we komen nog zelfs in de laatste bocht aan met... We vlogen erin met iets van 80 ofzo. Kijk, we komen ook aan met 71 km per uur, dus ja, daarmee zijn we al nodig. Ik moet snel naar dat andere treintje. Ah nee, jongens, het gaat niet. Zullen we moeten wachten? Kunnen we niet? Ja, we zijn nu te laat. Ah, gevonden. Jammer, het moest met T. Met de T. We hangen nu bij de baan, maar we moeten eigenlijk heel flink. We gaan met plane doen en naar het stationnetje vliegen. Er is geen trap, dus ik ga wel mooi in de wachtrij staan. Oh. Ik bukt er onderdoor. Ik ga flink in de wachtrij staan. Ik wil vooraan zitten. Ja, mag ik erin? Ik wacht op, het kan al, maar ik wacht op de poortje op rennen. Ik kan flink zijn, hè. Kom op. Ik ga maar achteraan. Weet je, we gaan voor dit... Extra ding eventjes achteraan zitten. Helemaal achteraan. Dus hier. Oh jongen, dit lijkt me echt eng als je zo hard al. Weet dat je zo hard gaat. Wacht, weet je wat we gaan doen?
Ik heb geen zin om te wachten. Dus ik ga manueel bedienen. Nee, dat kan toch. Ik kan hem toch manueel bedienen. Oh nee, dit is fout. Ik moest iets anders aan doen. We zijn al vertrokken, dames en heren. Ik heb hem even gereset. We zijn vertrokken. Ik ben eigenlijk nu dus snel doorgegaan. En achteraan zitten in de nachtbaan is altijd... rillingen. Maar vooral als wij zo snel gaan. Ik wil gewoon niet zo snel doorgaan. Daarna gaan we gewoon weer uit. Dat is het. Ik wil weten hoe snel dat we de drop maken. We hebben nu al een verticale van 0,7 G. En andere... ja, iets anders van 0,7. Oh shit. Oh shit. Daar gaan we. 150. Rond ik het af. 150 kilometer per uur, jongens. 150 kilometer per uur. Maak je deze achtbaan een topsnelheid. Niet te geloven. En toch is het zo. En kijk, dit is ook verbeterd. Target view. Als die tenminste fatsoenlijk wil werken. Kijk, dan kunnen we target op het treintje. Super is dit. Echt super. Dan hebben we dan nog Wright, Wallach, Fly with Fly. Ik kan ook zeggen dat we er langs gaan hangen. En je kan target view doen. En list denk ik. Ja, die hebben dus allemaal een fly view te doen. Maar dames en heren, dit was de aflevering. Voor mij zonder twijfel wint Millennium Force. Supersnel, 150 km per uur. En op de tweede plaats ga ik Mantis zetten. Op de laatste plaats helaas Many a Getaway. Omdat ik die niet echt goed vond met die cirkel. Vond ik minder. Dus dit is de eerste, dit is het. Op de eerste plaats komt 3, tweede 2 en ja, 3, 2, zo is het. Jullie mogen natuurlijk zelf ook achterlaten wat jullie vinden. En de volgende aflevering 11 gaan er weer 3 doen. En dat zullen weer 2, dat zullen weer 3 M8 zijn. Dat wordt Monstrium Awakens Montu en MOVA blablabla. Maar dat is voor de volgende aflevering. Dit was aflevering 10. 30 achtbanen hebben we al gedaan. En... de kijkcijfers gaan goed, vind ik, met No Limits. Worden goed bekeken, zoals de rest wat ik upload. En ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Later.